Goedemorgen iedereen. Ik heb mijn kinderen afgezet van school, aan school liever. En ik moest denken aan de post dat ik vanmorgen geplaatst heb op Instagram. Met de gechannelde boodschap van de Galactische Raad van Licht. Van die specifieke raad had ik eigenlijk nog nooit gehoord. Maar ik was aan het nadenken over de boodschap dat er eigenlijk gezegd wordt. Omdat ze daar ook spreken op een bepaald moment over de oorlog. Niet zozeer de oorlogen die nu bezig zijn in Oekraïne of in het oosten in het algemeen. Wel eigenlijk de oorlog tussen mind, dus de gedachten, en het hart en de ziel. Want uiteindelijk is dat waar dat de collectieve ontwaking, of eigenlijk gewoon ontwaking en wakker worden en bewustwording over gaat. Dat je meer en meer alles die te maken hebben met materie, met gedachten, met hoe dat we denken, dat dingen kunnen of zullen verlopen. Wat dat er allemaal mogelijk is en vaak ook ondersteund door wetenschappelijke onderzoeken en testresultaten en praktische 3D-bewijzen, worden we nu meer en meer gevraagd om alles op een andere manier te doen. En dat maakt ook dat heel veel mensen nu in het collectief, en misschien ben je daar zelf ook één van, dat jullie of dat je gaat merken dat er heel veel zwaarte is. Heel veel donkere, laagtrillende energieën. Zoals dat ik ook al omschreven had in een andere post gisteren. Boosheid, woede, frustraties. Maar onderliggend ook heel veel verdriet, ontgoocheling. En bij sommigen zelfs nog een stukje lagere energie dan depressieve gevoelens. Omdat die mind en die emoties nu ook heel hard uitgedaagd worden. En als je natuurlijk niet gekomen bent op een punt waarin je vanuit het hogere, vanuit de verbinding met je ziel en jouw ganse team in staat bent om alles te gaan begrijpen en zelfs niet te begrijpen, zelfs dat ook dat het willen begrijpen dat loslaat, dus de mind gaat gaan gebruiken zoals het bedoeld is, als een tool voor manifestatie, als een tool om te gaan kiezen welke realiteit hij wil gaan ervaren. En de emoties gebruikt als een barometer om te kijken of hij op je pad zit of niet. Dan is het natuurlijk moeilijk en lastig om niet verdwaald te geraken in de chaos van bewustwording, van het proces van bewustwording. Want het is heel uitdagend. We worden constant, en dat is hetgeen wat ik zelf ook ervaar, we worden constant uitgedaagd en gevraagd om telkens op een dieper niveau te gaan vertrouwen. In een dieper niveau in overgave te gaan. Om efficiënter en zuiverder te worden in onze communicatie naar elkaar toe. Om te leren wat dat betekent om een leven vorm te geven vanuit onvoorwaardelijke liefde. Wat dat betekent om een kanaal van onvoorwaardelijke liefde te zijn. En dat wanneer dat mensen jou iets zeggen, dat dat niet altijd is omdat dat vanuit hun schaduwen is. Mensen, en dat is hetgeen dat ik vaak heel merk, mensen vragen mij advies, meningen, of gewoon mijn visie. Niet mijn visie, maar ik geef nooit mijn visie. Ik geef wat mijn team mij doorgeeft, wat dat mijn team zegt van, geef dit door. Los van of dat de waarheid is. Voor iedereen of niet, daar gaat het niet over. Het gaat erover dat op dat moment de ontvanger van de boodschap die boodschap net nodig heeft. En dat heb ik vaak al gezien, vooral in mijn persoonlijke relaties, dat dan het ene moment iets heel goed lijkt te zijn en dan na 3 maanden lijkt dat plots een hele slechte beslissing te zijn. Alleen was het geen slechte beslissing. Die beslissing was altijd goed, was altijd optimaal voor die groei van die persoon.
Alleen net doordat die persoon gegroeid is en verandert in frequentie. En dus verhoogt de frequentie. Dan gaat de situatie of de plaats of de persoon of de relatie of wat dan ook. Of de keuze die toen gemaakt geweest is. Gaat natuurlijk niet meer resoneren met die versie, die nieuwe versie van die persoon. En dat is natuurlijk het lastigste in dat bewust worden. Omdat je constant gevraagd wordt om te shiften. Omdat je constant gevraagd wordt om mee te stromen in die flow van verandering. En daarin is de trend die nu wat aan het rondgaan is. De hype, als ik het bijna zo mag zo zeggen. Rond het kennen van jouw profiel, jouw human design profiel. Een handige tool. Het is een tool. Het is geen ultimaten. Het is een tool. Een tool die een soort van handleiding. Die wel vertelt van... dat is hoe dat jouw natuurlijke energie stroomt. Dat is hoe dat jij op een natuurlijke manier communiceert. Dat is op een natuurlijke manier hoe dat jij keuzes maakt. En hoe meer dat jij jezelf kent, jouw echte essentie kent en niet de geconditioneerde versie, hoe meer dat je gaat merken dat het eenvoudiger is of op moeilijke momenten, uitdagende momenten, dat je veel sneller gaat kunnen gaan shiften, gaan meegaan in die verandering. Omdat je weet dat bijvoorbeeld, ik ben een manifester, bij mij is boosheid een teken dat er iets niet volledig stroomt volgens mijn natuurlijke energie. En als ik heel veel frustraties en boosheid ervaar, dan is dat altijd een teken voor mij om naar binnen te gaan. Om stil te staan, om even te stoppen. Om niet meer te doen waar ik mee bezig ben, maar om te gaan kijken van... Wat is hetgeen die boosheid, die emotie dat ik nu voel, wat wil mij dat zeggen? Wat is hetgeen dat ik mag weer gaan veranderen? Wat is hetgeen dat ik weer mag gaan aanpassen, zodanig dat het wel weer in flow met mijn natuurlijke energie is? En dan is het handig als je dat weet, wat dat jouw signaal, zoals dat ze, de mensen die de geschiedenis van de mijnwerkers kennen, dan namen die altijd een kanarievogel mee. En op het moment dat die dan begon te fluiten of zoiets, dan wisten ze dat het zuurstof, of als die dood was, ik weet niet hoe dat in elkaar zit. In ieder geval, als er iets was met dat vogeltje, dan wisten ze dat er iets aan de hand was en dat ze eigenlijk zo snel als mogelijk moesten weggaan uit die mijnschachten. En dat is hetzelfde eigenlijk. Jouw emoties zijn eigenlijk dat kanariepietje. Dat vogeltje die zegt van... Hallo, er klopt hier iets niet meer. Er is iets niet meer afgestemd met jouw pure essentie. En met jouw ware ziel. En hoe heftig dat die emoties voelen. Bijvoorbeeld de boosheid dat ik voelde in de laatste dagen... was zo heftig dat ik zou kunnen dingen kapot gemaakt hebben als ik die volle energie zou gekanaliseerd hebben op die manier. Maar dat is niet de bedoeling ervan. Maar dat wel bij mij wou zeggen, was dat ik eigenlijk op een bepaald punt in mijn leven veel te ver afgeweken ben vanuit controle, vanuit het willen kunnen overleven en willen kunnen voorzien voor mijn gezin. Dus uiteindelijk materie en niet materie in het algemene worden, maar echt wel rond geld en kunnen alle rekeningen betalen en de dingen doen wat ik graag wil doen en er zijn voor mijn kinderen en zo meer. Dat was zo heftig omdat ik dingen deed in mijn bedrijf, waar ik eigenlijk op een bepaald bewust niveau wist dat het eigenlijk niet meer paste bij mijn energie. Waarbij dat ik wist dat hetgeen dat ik deed mij veel meer energie kostte, dus dat ik veel meer energie erdoor verloor, dan wat dat bedoeld is of wat dat mogelijk zou zijn. En dus dat betekende dat ik een bepaalde manier van hoe dat ik mijn bedrijf vormgeef en hoe dat ik altijd de laatste jaren gewerkt heb, en daar altijd heel veel vervulling uit gehaald heb, dat nu niet meer werkt. En dat is niet dat dat van vandaag op gisteren of van gisteren op vandaag plots niet meer werkt. Dat is iets die zich langzaam aan het opbouwen was. Maar we dat nu op zodanig hoogtepunt of kruispunt gekomen is, dat ik daar echt moet naar luisteren. Want anders
gaat dit zich gaan tonen in ziek worden en depressief voelen, zoals dat heel veel mensen het ervaren. Dus net daardoor, door te gaan kijken naar mijn emoties, naar mijn gedachten, naar wat mijn lichaam mij toonde, of wilt tonen, en te gaan luisteren. Nu, het voordeel is dat ik natuurlijk die sterke verbinding heb met mijn team en dus gemakkelijk ook kan channelen. Maar natuurlijk voor jezelf dingen channelen is soms iets uitdagender, omdat daar jouw eigen emoties een hele grote... als een hele grote negatieve filter op jouw kanaal, van jouw channelend kanaal zit. Dus daarom is het handig als je met andere mensen samenwerkt die totaal niet emotioneel betrokken zijn bij je situatie, als je wel antwoorden krijgt rond een aantal vragen of een aantal inzichten in jouw situatie of in jouw leven. Dus dat gezegd zijn, als je dat wilt, dan kan je altijd een reading of een channeling met mij reserveren. Dan kan je via links hieronder gaan naar de website. Oei, het beeld was een beetje wiebelig. Maar dus kun je via de linkjes onderaan in de videobox, kun je daar een reading of je channeling met mij reserveren. Waarom? Dit zal, behalve voor de mensen die nu al één op één met mij samenwerken, maar dit zal vanaf nu de enige manier zijn waarop je eigenlijk één op één, dus zijnde, persoonlijk jouw vragen aan mij zal kunnen stellen. Omdat het één op één werken voor mij te uitputtend is. Het vraagt veel te veel van mijn energie. En als ik kijk naar mijn human design kaart, dan is mijn energie niet ontworpen om op die manier te werken. Niet tegenstaande wat er ooit al tegen mij verteld geweest is door spirituele leraren en dergelijke. Dus ook daarin moet ik preach, of hoe zeg je dat, doen wat ik anderen aanleer, namelijk luisteren naar wat er mij getoond wordt. En de dingen doen die werken voor mij, en niet meer omdat anderen het waardevol vinden of omdat anderen dat nodig hebben. Nee, ik moet echt luisteren naar wat werkt voor mij, want enkel op die manier kan ik meer van impact zijn en kan ik eigenlijk nog meer bereiken door van dienst op, dus meer van dienst zijn dan wat ik tot nu toe doe. Dus dat gezegd zijnde, weet dat de zwaarte die je voelt, dat voornamelijk te maken heeft met de innerlijke oorlog tussen je gedachten, je mind en je hart. En dat dit ook een oorlog is die zich eigenlijk in het collectieve ook afspeelt. En dat zie je ook gebeuren tussen, zo gezegd, de verschillende religies. En dat zie je eigenlijk ook gebeuren in de oorlog in Oekraïne. Dus ik zou zeggen, kijk gewoon ook voor jezelf. Want ook zelfs binnen de spirituele community, gaat er daar ook een oorlog ontstaan. Gaat er een oorlog zijn tussen degenen die beweren de waarheid te hebben en die beweren wat het is dat jij moet gaan geloven. En als er iets is wat ik jou zeg dat je moet doen, het enige dat je moet doen is gewoon naar binnen gaan, leren te communiceren met je ziel, met jezelf beter leren kennen. Leren hoe dat je gedachten en je emoties, hoe dat ze werken en die op een goede manier leren te gaan inzetten. Zodanig dat je niet meer onderhevig bent aan die manipulatie en die controle. Maar dat je dus perfect in staat bent om alles zelf te gaan voelen en gaan vorm te geven wat dat het is dat jouw waarheid is en niet die van een ander. Want dat is ook voor iedereen anders. Iedereen heeft ook andere lessen te leren. dus ja, dat is een, denk ik, de belangrijkste boodschap. Als je zegt van ik ben klaar om meer te leren over manifestatie, dan raad ik jou aan om de cursus manifesteren met alle elementen te gaan volgen. Die is ook niet zo duur geprijsd. Eigenlijk vind ik die niet duur voor welke waarde dat je krijgt. Er staan dingen, inzichten en channelingen in die waar dat je nergens anders gaat vinden. Dat is één. Daar leer je ook al op een eerste manier kennis maken met de universele vlammen. Er zit ook een transmissie in
waarin dat je door middel van de vlammen werkt aan jouw manifestatiekracht en aan je transformatiekracht. Zeg van, ik heb dat al gedaan, of dat spreekt me niet zo aan, of ik wil er onmiddellijk gaan invliegen, dat kan natuurlijk ook. Dan is het traject met de universele vlammen, dat is een 9 weken durend traject, waarin dat je echt elke week een nieuwe transmissie ontvangt. Er zitten 2 weken tussen die een pauze zijn, om alles te integreren. Dus er zijn 7 hoofdvlammen. Met de 7 hoofdvlammen ga je aan de slag. Waarom? Omdat eigenlijk de universele vlammen nog te weinig bekend zijn om al onmiddellijk met de 6-9 vlammen aan de slag te gaan. Dus en een keer dat je die basis meegekregen hebt, dus die 7 hoofdvlammen meegekregen hebt, al de hogere, dus de hogere in de zin van vanaf 8 tot en met 96, zijn combinaties van die eerste 7 vlammen. Behalve de diamantenvlag en dan nog eigenlijk die ook, maar kom. Maar dat zijn allemaal dingen die ik uitleg en die ik jou leer en dat ik stap voor stap meeneem. Zodanig dat je leert werken met de vlammen. Waarom? Omdat eigenlijk het grootste stuk dat we te doen hebben, is onszelf herconditioneren. Of eigenlijk deconditioneren. Zodanig dat je ook daarin, wanneer dat gaat rond de vlammen, wat dan ook, of rond je eigen healing of je eigen bewustwording, dat je niet meer altijd terug gaat gaan grijpen naar, naar dingen te willen gaan begrijpen, naar dingen te willen gaan van buiten leren, naar dingen te gaan willen weten van de roze vlam is daarvoor, de blauwe vlam is daarvoor. Ah, ik heb dat probleem, dat is die vlam. Nee, dat is het eerste wat we eigenlijk gaan afleren, waar we mee gaan stoppen. Dus daarom ga je ook geen lijst vinden, nergens, over wat zijn de 96 vlammen van 1 tot 96. Er zijn er een paar dat je mag weten en moet weten. En die zijn ook opgenomen in die cursus. Doorheen de cursus. Maar het gaat voornamelijk over dat deconditioneren. Over uit het mentale stappen. En uit die strijd tussen, je zou kunnen zeggen, ego en het hart. Maar eerder tussen de mind en het hart. Dus als je voelt dat je daar klaar voor bent. Ga gerust eens kijken naar de website 96vlammen.be. Daar vind je dat traject terug. Waarom is dat apart van mijn andere website, School voor Ascensie? Omdat de vlammen zo krachtig zijn en zo belangrijk zijn dat ze echt een apart platform verdienen. Ook omdat het niet enkel mijn taak is, of niet mijn enige, of ik ben niet de enige verantwoordelijke, om de kennis van de vlammen uit te dragen. Dus vandaar dat ik dat ook losgekoppeld heb van mijn onderneming, van mijn praktijk, van mijn naam eigenlijk. Zo, dat was het in deze video. Ik ben ondertussen weer thuis aangekomen. Ik hoop dat je, nee, ik ben ervan overtuigd dat je heel wat inzichten weer zal ontvangen hebben. En mocht het zijn dat je dingen, thema's hebt, vragen hebt, waar dat je van oordeel bent, dat dat eigenlijk ook iets is dat het collectief baat kan bij hebben, dan mag je die zeker onderaan een video zetten of op mail zetten. Daarin volg ik ook altijd mijn team. Als het inderdaad iets is die voor het hoogste goed is van iedereen, dan ga ik daar een video over maken en posten hier. Is dat niet zo, dan ga ik je ofwel persoonlijk antwoorden, of ga ik je vragen om een reading of een channeling te boeken. Dus dat is het voor nu. Ik hoop dat je alvast een fantastische dag hebt en tot in de volgende. Dag!